Wel even wend. Nou ja, er zijn mensen die zeggen tegen mijn mij... Mijn mening is niet veranderd. Ze zeggen, Tom, je moet Maarten harder aanpakken. Want wat hij zegt over Harry en Meghan, dat kan echt niet. Nou, pardon maar. Hoezo? Dat ze daar een beetje lullig bejegend zijn door die familie? Nee, die wordt er niet lullig bejegend door zijn familie. Die Meghan is toch een evidente aandachtsjunk. Het verlossen, kunt u mij horen? Er is één iemand die schijnbaar een hele grote fan van jou, dat is Tjeerd. En Tjeerd is niet zomaar iemand, maar Tjeerd is de directeur van, en daarom worden we ook aangeschreven, de directeur van Skoda Nederland. Tjeerd van Tuitel gaat weg bij Skoda. Ik weet niet of ik dat verstandig vind. Mooi merk, Skoda. Dat is wel het budgetmerk, toch? Ja, dat was een budgetmerk, maar nu is het volgens mij lang geen budgetmerk meer. Maar... Het waren solide, prettige auto's. En vooral de Octavia was een ongelofelijke hit. Ja, dat ik nu over die auto's ga praten, kwam natuurlijk omdat deze meneer bij Skoda werkte. En dat ik was misschien wel niet weggegaan bij zo'n fijn merk. Maar misschien gaat hij naar een nog veel fijner merk. Dat wil zeggen, het is allemaal één merk, want dit is allemaal Volkswagen Groep. Dus de vraag is eigenlijk, blijft hij bij de Volkswagen Groep? Volgens mij krijgt hij een andere functie bij PON, als ik het bericht goed begrijp. Ja, dan blijft hij dus bij de Volkswagen Groep. En ja, wat is PON? PON is de grote importeur van alle Volkswagens in Nederland. En ja, het Volkswagen Concern is langzamerhand van immense afmetingen. Het is die eeuwige strijd. Wie is de grootste? En dan moet je afvragen, telt de productie in China ook mee? Ik weet eigenlijk niet of Toyota of Volkswagen de grootste is, weet ik niet. En ik geloof dat General Motors ook nog een rol speelt. Ja, neemt u mij niet kwalijk dat ik bij het afscheid weer toch verval in beschouwingen over de mondiale autoproductie. U blijft bij die importeur. En wat dat betreft lijkt me dat dus wel verstandig, want je kunt bij die importeur alle kanten op. Ik neem aan dat je ook, als je bij zo'n bedrijf werkt, wel liefde voor auto's koestert. En daarmee ben ik weer terug bij die Octavia. En daarom ga ik een verhaal vertellen over een Octavia, Skoda Octavia. Eigenlijk precies de juiste maat auto. Niet te groot, niet te klein. En niks patserigs erbij. Je koopt geen Octavia als je wilt patsen. Je koopt een Octavia als je gezin veilig, rustig en warm wenst te vervoeren. Tegen een redelijke prijs. En zodoende had mijn zoon een tweedehands Octavia gekocht. Waarmee hij weet ik hoeveel honderdduizenden kilometers heeft gereden zonder enig probleem. Maar nu komt het verhaal. En dat lijkt mij toch ook iets waarmee ik deze meneer die weggaat bij Skoda kan feliciteren. Mijn zoon is een jaar lang op wereldreis geweest met zijn ganse gezin. Vrouw, kinderen, de hele bliksemse boel. En in dat jaar had hij de Octavia gestald in een of andere garagebox in Haarlem. En na een jaar kwam hij terug en hij deed de garagebox open. En hij deed de deur van Octavia open en hij startte de Octavia. En die startte na één jaar stilstaan. Zonder al te grote moeite. Hij heeft hem nog een beurtje laten geven. Maar is dat zo gek? Dat doen meer auto's toch wel? Nou, ik moet zeggen, ik vond dat nogal vrij indrukwekkend. Ik kan hier allerlei andere verhalen aan koppelen, nietwaar, van lastige starters. En vooral als je als Citroën-rijder heb je op dit punt vaak een hele geschiedenis die diep steekt. En waarover een heel epos te schrijven zou zijn. Maar neemt u mij niet kwalijk dat ik natuurlijk volledig ben afgedwaald. Ik weet niet precies of u het leuk vond bij Skoda. Maar ik denk toch dat u trots kunt zijn op de werkzaamheden bij Skoda, want Skoda heeft het goed gedaan. En ik vind nog steeds de Octavia in zijn klassieke vorm een fantastisch soort van auto. Ja. Het is een soort auto, je hebt niet meer nodig. Al het andere is of te klein. Ja, je hebt natuurlijk al die kleine witte autootjes waarmee mensen de sloot in rijden, want dat is Seat op televisie. En je hebt natuurlijk, god ja, je kunt hier de hele straat staat hier vol met auto's die twee keer zo duur zijn als een eenvoudige Octavia. Maar die heb je eigenlijk niet nodig. Een Octavia in zijn eenvoudigste vorm is een fantastische auto. En ik feliciteer u met het feit dat u bij dat bedrijf gewerkt heeft. Kijk, hartstikke mooi. Ik hoop dat u ook zelf voor het bedrijf een soort Octavia bent. Wat bedoel je daarmee? Solide, bruikbaar, verstandig,
Geen gepats, ook geen klein geneuzel. Gewoon wat het zijn moet. Ja, nou, dat moeten de collega's maar inschatten. Ja, ze beoordelen. Mogen ermee doen wat ze willen met die boodschap. Ja, oké. Okay. Heeft schijnbaar ook iets met Leeuwarden. Daar ben je ook laatst geweest, toch, Leo? Leeuwarden, ja. Een magnifieke stad die als symbool, zoals je weet, een merkwaardig mislukte scheve toren heeft. De Oldenhoven. Die is verkeerd gebaseerd, hoe moet je dat zeggen, gefundeerd. En die had even hoog moeten worden als de Dom. Die er al stond natuurlijk. Maar ja, toen zakte die scheef al in de eerste bouwfase. Ja. En dan komt dat hij eigenlijk op twee verschillende ondergronden gefundeerd is. Zand en veen. En ja, dan gaat het fout. Want wat weten natuurlijk de meeste mensen niet. Leeuwarden heeft ooit aan zee gelegen. Dus dat was een soort strand. Dat was het zand, zal ik maar zeggen. Hè? Sterker nog, ja, nu ik toch af aan het dwalen ben. Neem nou de Bavo in Haarlem, een grote kerk. De grote markt in Haarlem heette ooit het Zand. Daarom staat die kerk nog min of meer recht overeind. Al hebben ze heel wat avonturen gehad met de toren die later weer veranderd is. Torentje, moet je zeggen. Maar je moet op zand, daar kun je iets opzetten. Maar zodra veengrond, dat zand en veengrond, dus als je dat niet goed hebt onderzocht, waarop je, neem de oude kerk in Delft, die staat ook scheef om precies dezelfde redenen dat de Oldenhoven in Leeuwarden scheef staat. Maar is dat dan een fout van de architect? Nou ja, god, ja, kun je dat die mensen verwijten, die waren natuurlijk zelden in staat om eens even solide bodemonderzoek te gaan doen voordat ze besloten een kerk of een toren te bouwen. Dat doet niet de architect, dat doet iemand anders. Er wordt wel eens op geweest dat vrijwel alles wel een beetje scheef staat als je goed kijkt. En er zijn maar heel weinig gebouwen in Nederland waar niet ergens een scheurtje in zit. Nee. Gewoon omdat het gebouw ook werkt, zal ik maar zeggen, naarmate het langer staat. Maar waarom staat het Dom nog vier recht overeind? Die staat op een zandduin. Dus ik geloof op 7 meter zand of zo. Nou ja, die staat er nog. Lekker stevig, ja. Ja, dus fundering is een enorm interessant probleem. Hmm. Ja, tegenwoordig slaan we palen meestal tot een verre zandlaag die we vinden kunnen. Hmm. We hebben nog meegekregen die reconstructie van het prijsplafond. Hoe dat is gegaan in Den Haag, over rommeltje gesproken. Nou, ik moet je zeggen, dat hele prijsplafond, eerst was het iets geweldigs. Toen was het stomste prijsplafond van Europa. En tenslotte bleek het allemaal wel mee te vallen. Het was niet groot, maar het viel wel mee. Ja. Maar in ieder geval, ja, het geldt voor een jaar, als ik het goed begrepen heb. Ja, ja. En nou ja, we zullen zien wat de effecten zijn. Ook hier zou ik zeggen, proefondervindelijk kunnen we er maar achter komen hoe het werkt. Ja. Nou, wat nieuws hier. Heb ik me erin verdiept in de financiële details? Nee, niet. Nee. Nee, het ging met name om hoe het tot stand is gekomen. Want ze zijn natuurlijk heel laat over pas gaan praten. Volgens mij toen iedereen pas weer terug was na de zomervakantie. En Nieuwsuur heeft dat nu een keer op een rijtje gezet. En die lieten dus zien dat op de dag van de troonrede, dat de koning het dus ook moest noemen. Dat is schijnbaar belangrijk dat het genoemd wordt, want anders hebben ze een probleempolitiek gezien. Dat ze toen nog aan het sleutelen waren achter de schermen van hoe ja, het dan. Ja, volgens mij stond dat toen ook wel in de krant dat ja, dat zo was. Dat het allemaal last minute werk was. Precies, maar schijnbaar heeft Kaag na de troonrede nog een appje of een sms'je moeten sturen om te beklinken. Dus, ja, god, ze hadden misschien. Sowieso heeft natuurlijk het zittende kabinet in de loop van dit jaar niet een uiterst daadkrachtige of efficiënte indruk gemaakt. Maar het is wel een lekker rommeltje. Dus het past wel heel goed bij de beste. Een fijn rotteltje natuurlijk. Ja, lekker rommeltje. Geen van de crises waarmee het kabinet geconfronteerd werd, is ook maar in de verste verte dichter bij een oplossing gebracht. Dat geldt voor het stikstofprobleem. Ik begreep nu dat. Ja, we hebben het ook eerder over gehad. Dat is keurig uitbedeeld aan de provincies. Hè. Ja, over de schutting gegooid. Je kunt zeggen, dat is het grote genie van Rutte. Alles wat ingewikkeld is, doe je niet zelf, maar besteed je uit aan organisaties waar je ervan op aan kunt dat het een het wel redelijk gaat doen en de ander helemaal niet. En, dus Rutte thought. Ja. En vooral als je natuurlijk iets leest over grote steden in Azië. En dan besef je natuurlijk, ja, wat is Nederland? Een dwergstaat. Hè? In feite een hele grote stad met een park. Met wel hele Drenthe en Achterhoek en zo, dat is ja, het park. Maar wel hele slimme mensen op een paar vierkante kilometer. Omdat we ook heel internationaal georiënteerd zijn. Goede universiteiten.
behoorlijke universiteiten. Ja, het is geen Oxford en Cambridge, het is geen MIT en Stanford en zo. Maar dat komt omdat ze een beetje anders in elkaar zitten. Maar gegeven het relatief democratische karakter van onze universiteiten, doen we het lang niet slecht. Wat is dan anders dan tussen die universiteiten? Die selecteren. Oké, dus kijken wie willen we hebben? Wie zijn de beste? Ja, je kunt ook... ik ken een hele intelligente jongen. Die heeft het gymnasium gedaan in no time. Altijd hoge cijfers. En hij wou naar Oxford. En daar is een toelatingsprocedure bij u tegen zegt. En hij is er niet ingekomen. Oké, en als je dat dus wel zit, wil dat wel wat zeggen? Ja, ook dat is... in Amerika heb je... is dat ook een selectieve toegang. Zij het dat er allerlei poortjes zijn voor kinderen van voormalige abituriënten. Voor kinderen van mensen die er bereid zijn om 100 miljoen in te steken. En of wat van die dingen. En vaak een numerus fixus voor Aziatische. Voor mensen met een Aziatische achtergrond. Ja. Omdat die gewoon harder werken of slimmer zijn of wat dan ook. Maar beter scoren in het academische traject. Maar vind je dat goed in selectie? Nou, dat vind ik dat goed. Ik kan me dat wel voorstellen, dat als je echt de absolute top wil, dat dan noodzakelijk is. Ik vind de verstoring dat ouders daarbij een rol spelen en geld een rol speelt, dat vind ik kwalijk. Maar kijk, iedereen die in Nederland VWO heeft gedaan, kan gaan studeren. Nou ja, ik wil daar verder niet al te negatief over zijn, ik heb er al veel negatiefs over gezegd. Maar een groot deel van wat Nederland komt studeren, ja, wat zal ik daarvan zeggen? Het zijn geen hoogvliegers, zullen we dat zeggen? Nog even afgezien van die wonderlijke cultuur in Nederland, dat je de indruk moet maken dat je niet al te hard werkt als student, omdat je dan anders een uitslover wordt. Ja, dat vind ik wel gek. We hebben een Nederlander. Ik vond het al gek toen ik zelf studeerde. Als je namelijk gewoon deed wat er gevraagd werd, dan haalde je niks dan 9 en 10 bij wijze van spreken. Ja, maar jij las natuurlijk wel heel veel. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Ja. Ik had het tekstje gelezen. Ook als het Duits of Frans was. Ja, als natuurlijk de helft van zo'n werkgroep denkt van hallo. Hey, ga lekker zuipen. Duits tekstje, dat gaan we niet doen. Hè? Aan wie kunnen we dat eens uitbesteden allemaal? Ik heb altijd sterk gedacht, in het land der blinden is één oog koning. Hmm. Ja, je kon echt een topindruk maken door een heel klein beetje je best te doen. Ja. Het gymnasium vond ik een stuk lastiger dan de academische studie. Ja. Simon van Teutem, die zit volgens mij in Oxford. Die is daar geselecteerd in Nederland. Die schrijft volgens mij ook af en toe voor de correspondent. In een NRC staat hij volgens mij af en toe. Zegt die naam je wat? Nee, zeg me helemaal niks. Maar goed, als die daarin gekomen is, dan kan je de vlag uitsteken. Daarna moet je nog bewijzen dat je ook terecht erin bent gekomen en dat je iets kunt. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dan moet je aan een lopende band papers schrijven en tenslotte moet je iets horen. Ja, je moet wel een prestatie afleveren. Ja, ja. Maar wat vind je ervan dat prijsplafond, want zo kwamen hierop, dat was op het laatste moment nog gesleuteld? Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Okay. Maar het was een nieuwtje. Hebben we ooit eerder een prijsplafond gehad? Volgens mij niet. Dus nee. Hoe moet je dat dan inrichten? En een open einde, hè? Ik kan me wel voorstellen. Dit is het werk van de ambtenarij. En met alle input neem ik aan van de Nederlandse Bank en van het Centraal Planbureau en zo. Nou, en wat je begrijpt wel dat die politici dat niet allemaal zelf gaan zitten verzinnen. Nee, maar ze hebben dus niet doorgerekend wat het allemaal gaat kosten. En dat is de kritiek die er dus ook in die reconstructie zat. Van ja, wat gaat ons dit kosten? Dat weten ze dus niet. Nee, maar de politiek denkt natuurlijk vanuit een ander perspectief. Namelijk dat je wel een grote ontevredenheid, dat je die niet moet laten ontstaan. Want daar ben je vaak nog veel verder van huis. Want dat tikt door in je democratische procedure. Precies, dat zeiden ze ook. Binnenkort hebben we provinciale statenverkiezingen ergens in het voorjaar. In maart denk ik, hè? Nou ja, als je dan een totaal vreemde samenstelling van de Eerste Kamer krijgt, zit je wel met een probleem. Ja. Ik doe even de motor uit, want je krijgt allemaal uitlaatgas in je gezicht. Oh, dat maak ik al een licht verdorie. Ja.
Maar op zich zou je zeggen van je moet, als je zo'n plan bedenkt, moet je wel na afloop ook een beetje weten inderdaad van wat gaat ons dit nou kosten. Maar dat gaan ze de komende maanden pas met elkaar. Ja, ik vind dat niet zo erg te meer. Omdat wij een relatief kleine staatsschuld hebben, wij kunnen wel, we hebben wel wat ruimte financieel gesproken. Ja. Ja. En de nieuwe pensioenwet, hè, is er ook door, om maar eventjes in de politieke daarna. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat tenslotte zal uitpakken. Want er zijn veel ouderen die zijn toch een beetje zenuwachtig. Die denken, wat gaat dat nou betekenen? Ja, die denken, oh jee, wat zal dat voor mij persoonlijk, wat gaat dat betekenen? Ja, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat het voor mij persoonlijk gaat betekenen. Ik heb altijd gehoord tot de groepen waar ze toch niks aan deden, omdat we zo oud waren, dat we allemaal van voor 1950 waren. Ja. Maar je hoorde al die partijen nu zeggen. Dan golden gewoon alle oude regels. Geen enkele nieuwe regel gold dan meer als je zo oud was. Maar het was dus wel echt nodig, hè? Want we krijgen natuurlijk steeds meer ouderen. Het aantal jongeren neemt toch af dat dit moet ophoesten allemaal. Dus er moest iets gebeuren, zeggen alle betrokkenen. Ja, maar het is ook een kwetsbaarder systeem. In de zin dat er is natuurlijk wel een fonds gevormd voor het geval dat het is wat sterker afhankelijk van de beweging van, zeg, beurzen en financiële markten. Er is gesteld dat die plotseling volledig in elkaar zouden storten met rampzalige gevolgen. Daar is wel een fonds voor. Maar tegen die tijd is natuurlijk wel heel, zijn we wel heel benieuwd naar de vraag of dat fonds voldoende zal zijn in calamiteuze omstandigheden. Ja. Ja. Ik begrijp wel dat dit echt nodig is. Als je denkt dat we in de jaren 90 nog ruimschoten uit de pensioenkassen geschept hebben. Alsof de bomen de lucht ingroeien. Dat zie je ook aan hoe kortzichtig dat geweest is. Ja. He? Die holiday from history. Ja. Dit was schijnbaar wel echt nodig. Want nu kunnen alle partijen die daarbij betrokken zijn, kunnen aan de slag. Wat ik ervan begrepen heb, dat is dat het allerlei haken en ogen heeft. Dat we nog moeten afwachten hoe het precies uitpakt. Dat het eigenlijk wel meevalt. Want wat ik dacht eigenlijk, dat ze hebben allemaal individuele potjes in plaats van een hele grote pot waar je dan uit betaald wordt. Maar dat schijnt wel mee te vallen. Omdat ik dacht, nou, gezien de IT-ervaringen met de Nederlandse overheid, dacht je van, die kunnen nog geen 2 en 2 bij elkaar optellen met een computer. Ja. Dus maar daar zeg je wel wat. Even afwachten. Ik ben bij Netspar geweest. Dat is een organisatie van ook allemaal wetenschappers die ook mee bezig is. En nu moeten de uitvoeringsinstanties, die moeten natuurlijk aan de slag om dat hele systeem opnieuw in te gaan richten. En ook hierop voor te bereiden. Ja, dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ja, zeker met de toeslagenaffaire en dergelijke. En dit soort van grote kwesties die ingewikkeld in elkaar zitten. Daar hebben de Nederlandse instituties en de Nederlandse overheid nou niet bepaald een glorieuze carrière ingemaakt, dat moet je toch wel zeggen. Ja, ja. Dus ik wacht het even af. Ja. Kijk, uiteindelijk zal het in zo'n land als Nederland wel meevallen. Maar goed, we hebben van een aantal zaken die toch niet al te ingewikkeld waren, wel een ontzettende puinhoop gemaakt. Ja. En die er nog steeds ligt, of het nou Groningen is, of de toeslagen, of de stikstof, maar of natuurlijk de opvang van asielzoekers. Het is wel een zootje. Ja. Daar heb ik net natuurlijk reclame gemaakt voor een zootje, maar dit zijn zootjes die niet noodzakelijk waren geweest. Er zijn toch veel mensen ontstemd over de kritiek op Harry en Meghan. Die zeggen, jullie moeten toch die laatste 3 series gaan kijken, want dan ga je toch anders kijken ook naar... Ik denk er niet over. Ze hebben er 100 miljoen voor gekregen. Dat is wat mij betreft, is dat 99 miljoen te veel. Ik hoop dat ze het aan het goede doel gaan besteden, maar ik vind al deze flutklachten wel een verwend. Er zijn mensen die zeggen tegen mij... Mijn mening is niet veranderd. Ze zeggen, Tom, je moet Maarten harder aanpakken, want wat hij zegt over Harry en Meghan, dat kan echt niet. Nou, pardon maar. Hoezo? Dat ze daar een beetje lullig bejegend zijn door die familie? Nee, die wordt er niet lullig bejegend door zijn familie. Het gaat met name om de pers. De pers die is heel kritisch op ze. Dat moeten ze vooral over klagen. Eerst ga je bij Oprah zitten. En vervolgens verpas je dus je zogenaamde bezwaren en klachten voor 100 miljoen aan Netflix. Niet waar, wat er een gigantisch PR-apparaat opzet om dit wereldwijd bekend te maken. Wat een gruwelijk leed deze 2 jongelui hebben. Je wordt ik schiet weer vol. Hè? Man, houd erop. Wat een onzin. Al dit volk zoekt zelf de pers. Ze doen het zelf, net zo goed als Die het zelf deed. Die belde zelf de pers.
He, net zo goed als Jamie Vaas zelf de pers belt om te zeggen dat ze een nieuwe liefde heeft opgedaan op weet ik veel waar, Ibiza of zo. Ja. Nogmaals, deze wereld bestaat per gratie van het feit dat ze zelf voortdurend ervoor zorgen dat ze midden in de aandacht staan. Ja. Er zijn ook mensen die Meghan is toch een evidente aandachtsjunk. Ja, maar er zijn mensen die zeggen, Maarten, heb je wel recht van spreken, want je bent zelf ook altijd in de media en in de pers. Ja, in de maar niet omdat ik ze zelf opbel in ieder geval. Niet zo dat jij shownieuws belt van, hey, kunnen jullie nog een leuke item maken? Precies, zo. Met Maarten, ja, zou ik niet deze week nog een paar keertjes ook of in de story. Ik heb een nieuwe liefde, dus het is misschien wel lollig als jullie dan doe ik net alsof ik toevallig in het park loop met mijn nieuwe liefde en die zoen ik dan achter de boompjes. Dan moet je zorgen dat die, weet ik hoe die man heet, Santegoeds klaar staat om er een fotootje van te maken. Nee joh, allemaal onzin. Bovendien is niet waar de mate waarin ik in de publiciteit ben, zou ik zeggen, is wel van een iets andere orde, toch? Oké. Ja, dat vind ik ook wel. Dat ben ik wel met je eens. Maar ik kan me wel voorstellen wat mensen zeggen. Ja, moet je het niet eerst gaan bekijken voordat je kritiek geeft? Nee. Want ook weet je ook wat er gezegd wordt. En nu heb je geen idee. Misschien is het wel heel mooi. Ik hoop dat het allemaal dramatisch verwerkt zal worden in een verlengstuk van de Crown. Omdat het daar echt leuk drama wordt. Oké. Want het is het best bekeken op Netflix volgens mij nu, dat programma van hun. Ja, maar als jij zelf Netflix hebt, ze doen ook alle denkbare moeite om het zo best mogelijk bekeken te krijgen. Sterker nog, ik had moeite om het weg te krijgen. Ja, wat ik ook deed, paf, daar waren ze weer. Hè? Mekaar zoenen en zo, dat je denkt, ook doe normaal. Hè? Nee, ik vind het een uitwas. Ja. 100 miljoen. Niet waar voor de klachten van twee stomme adolescenten. Nou, ik geloof dat ze allebei over de 30 zijn nu, dus dat zijn ze ook niet meer. Maar had je nog als iets zij een rustig leven willen, dan is dat zeer wel mogelijk. Oké, voor de mensen die denken, wat is het getikt? Dat is de regen die op de auto tikt. Cor Paalvast, die zegt, Maarten, ik luister met veel plezier naar je podcast. Vooral degene die over techniek gaan. De stoommachines vond ik leuk, elektriciteit vond ik leuk. En ik hoor nu dat je het binnenkort gaat hebben over Edison. Dat hebben we de vorige keer dus gedaan. Ja, we gaan Edison ook nog behandelen. Namelijk het eind van zijn carrière. Want tot mijn verbazing en ook wel lichtelijke teleurstelling begreep ik dat hij een toestel had gebouwd waarmee hij hoopte langs de elektrische weg contact met de doden te kunnen krijgen. En dat ben je hem zomaar vergeten om dat te vertellen? Ja, dat stelde me wel erg teleur dat hij ook deze wonderlijke ideeën had ontwikkeld. Nou, Cor zegt, de Edison accu, die moet je misschien ook nog even noemen, want sommige schijnen na 100 jaar nog steeds te werken. Ja, allerlei dingen die in de 18e eeuw had je stoommachines, die vrij primitieve stoommachines, die gewoon een eeuw werkten. Dat werd vaak ook enorm solide geconstrueerd, vergeet dat niet. Ja. Ja, laten we wel wezen, de gotische kathedralen van de middeleeuwen staan er ook nog. Ja. Als je de spullen onderhoudt, onderhoud je niet, dan stort het in. Maar als je het onderhoudt, dan kan het eeuwen mee. Nou, Cor vraagt zich ook af, we hebben natuurlijk die discussie over de energietransitie, waar accu's een belangrijke rol spelen. De accu van Edison, die 100 jaar meegaat, speelt die daar nog een rol in? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Oké. Volgens mij staat er enorme druk nu op de technologische ontwikkeling van accu's. En zijn accu's ook in de afgelopen decennia nog stukken en stukken efficiënter geworden dan ze waren. Al zijn ze nog niet op een niveau dat wij daar echt tevreden mee zijn. Dat we op heel grote schaal elektriciteit kunnen opslaan, dat blijft een probleem. Beste Maarten, verdienen de VS aan de wapenleveranties aan Oekraïne of kost het ze vooral geld? Waar verdienen ze geld aan? Aan de wapenleveranties aan Oekraïne of kost het ze vooral geld? Nou, het kost ze vooral geld. Oké. Ik neem aan dat de fabrikanten van een deel van die spullen, wat laten we zeggen, de koffers, de bodem van de koffers kwam in zicht in allerlei opzichten. De fabrikanten zullen er zeker goed aan verdienen. Maar het is niet zo dat de Verenigde Staten slapend rijk worden door wapens aan de Oekraïne te leveren, nee. Dan hebben we hier iemand die zegt van, beste Maarten, ik wil nog even reageren over de excuses die jij zou moeten richten aan het adres van minister Wopke Hoekstra.
Dit in verband met zijn briljante opmerking dat het gedrag van Bobke Hoekstra destijds trekken vertoonde van terminale arrogantie. Ik vind het persoonlijk ontzettende lulkoek dat je excuses moet aanbieden, want je richt je puur op het politieke charisma van minister Hoekstra. Een publiekelijk figuur die we ten alle tijde mogen bekritiseren binnen onze democratie en niet op de vader achter de minister die kampt met een treurige privéomstandigheid. Nee, mijn kritiek is natuurlijk altijd van politieke aard. Ja. En ja, of die aardig tegen zijn vrouw en zijn kinderen is, dat... In feite regendeert ons dat helemaal niet. Sterker nog, ik vind de ziekelijke belangstelling voor de privéomstandigheden van ministers of directeuren van grote bedrijven, daar ben ik een valikante tegenstander van. Ja. Is het voor zover mensen in de publieke ruimte een rol spelen, vind je mag je ze bekritiseren binnen grenzen. Je moet het niet altijd hebben bond maken natuurlijk. Maar met het privéleven, daar heb ik verder niks mee. Oké, dus mensen mogen ook jou bekritiseren? Ja, zeker. Ja, en ook mijn privéleven. Ik zou niet precies weten wat in mijn privéleven bekritiseerd zou moeten worden. Maar je weet dat ze dat... op Twitter denken ze daar heel anders over. Nou, dat je misschien de was niet doet. Ja, dat is ook zo wat, ja. Hoi Maarten, is het mogelijk om ergens de film te zien waar je in je speelt? Volgens mij met als titel In het Belang van de Staat. Zo heet die film, ja. Dat is een film van Theo van Gogh. Die is in de tijd gemaakt voor de televisie. Het was ook binnen een uur klaar, die film. Ik denk dat het net een uur is. Ik heb geen idee of je dat nou nog kunt bekijken. Dan moet je dan op YouTube moet je daar een onderzoek naar instellen. Ja, heel veel van dit soort van dingen verdwijnt natuurlijk in de gruwelijke, allesvermalende trechter van het vergeethuis. Ja. John die zegt, misschien een leuk idee, de verdeling van de taal en het alfabet over de wereld. Want de taal in Mongolië, die klinkt bijvoorbeeld Aziatisch. Maar het schrijft, als je gaat schrijven, lijkt het weer meer op Oost-Europees of Russisch. Nou ja, de schrijfwijze is natuurlijk een klassiek probleem. Maar het is wel duidelijk dat onze soort van schrift, waarbij je dus, 25 plus losse letters hebt en daarmee alles kunt schrijven en doen. De Chinezen hebben geloof ik 4000 tekens die abstracties zijn op basis van dingen die ooit bestaan hebben. Om het maar even zo te noemen, daar is een term voor. Wat niet al te praktisch is. En ik begrijp ook altijd dat er allerlei bewegingen zijn om dat te versimpelen. En in feite te reduceren tot een schrift wat iets makkelijker te schrijven valt. Want het valt natuurlijk niet mee om mensen 4000 van die tekens uit hun hoofd te laten leren. Ja. Maarten, kun je eens uitleggen waarom je soms zo afgeeft op rechts, op het politieke spectrum, terwijl veel zaken waar je tegen ageert, zoals de woke-gemeenschap en de cancelcultuur, typisch een fenomeen zijn van de linkervleugel? En ook de slavernij-excuses komt vooral uit de linkerhoek volgens mij. Niet uit de rechterhoek. Zou fijn zijn als je dat een keer kunt uitleggen, zegt Tom uit Leiden. Ja, dat komt omdat rechts, om het maar even heel generaliserend te stellen, in het algemeen werkelijk geen enkel politiek benul lijkt te hebben. En dan bedoel ik politiek in de breedste zin van het woord, in sociaal-economische zin. Alle programmatuur van de rechtse partijen in Europa is vanuit sociaal-economisch perspectief echt van een hemeltergende stomzinnigheid natuurlijk. Want kijk naar onze Nederlandse populistische partijen die eigenlijk zonder uitzondering zo snel mogelijk uit de Europese Unie willen stappen. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat je uiteindelijk toch machteloos in de marge van de politiek blijft staan. En dan kun je wel allemaal kletsverhalen afsluiten, afsteken bij allerlei gelegenheden. Maar in feite zal geen mens je ook serieus nemen. Ik heb al eens eerder gezegd, rechts zou er verstandig aan doen om de hoofden eens bij elkaar te steken. Ook net als links maakt ook natuurlijk, we hebben 4 linkse partijtjes, daar hebben we het alles over gehad. En ook de rechterzijde heb je ook weer allerlei dwergpartijtjes. Maar probeer eens een conservatief programma te ontwerpen wat ook uitvoerbaar is, waarmee je ook serieus kan worden genomen. Niet zoals het A4'tje, het luiwammerserige, gebakzuchtige A4'tje van Geert. Met onuitvoerbare punten en berekeningen die niet klopten enzovoort.
Zolang Rechner niet in slaagt om een te realiseren agenda te ontwerpen, zal rechts niet serieus worden genomen. Je ziet ook daar waar rechts door omstandigheden wel aan de macht komt, neem nu Italië, dat die mevrouw Meloni, dat die eigenlijk al preluderend op haar electorale succes in feite al die kletskoek over de EU en de Europese Unie en de euro en zo heeft moeten inslikken. En dan nog eens maar de vraag of ze een realistisch programma gaat uitvoeren. Want ja, Draghi is natuurlijk weggestuurd, maar het was beter geweest als Draghi was blijven zitten in allerlei opzichten. Het is ook interessant natuurlijk dat, onze Franse populisten, Marine Le Pen, dat die natuurlijk toen het er even naar uitzag dat ze zou kunnen winnen, plotseling zei, ja, we gaan niet meteen uit de Europese Unie. Dat als we dat al zouden willen, dan komt er eerst een referendum. En nee, we gaan ook niet met de euro. Dat moet ook. Nou ja, dat je denkt, aha, hè, ze weten wel wat realistisch is. Maar laten ze dat ook eens laten weten voordat er verkiezingen zijn. Ja. Of voordat ze denken dat ze daadwerkelijk de macht zullen hebben. Maar je zegt hiermee dus ook dat ze dingen zeggen om maar dat electoraat aan te spreken. Ja, dat suffe electoraat wat denkt dat we gelukkiger worden als we de EU uitgaan. Om dat te appenseren. Ik vind dat. Dus nee, je kunt rechts kun je in feite in allerlei opzichten niet serieus nemen. Die Meghan is toch een evidente aandachtsjunk. En toen zei die man, ze denken dat u een pastoor bent. Luister tijdens de kerstvakantie de live podcast terug. Zegt Gorbachev, ik vind het schandelijk. Over Amerika na de Koude Oorlog. Ah, dat is een leuke vraag. En heel veel andere zaken. Jij bent verantwoordelijk voor al die klote troep. De link staat in de show notes. 2022 was het jaar van de Matthijs van Nieuwkerk-rel. Bij veel bedrijven en organisaties spelen achter de schermen soortgelijke taferelen. En ik sprak daarover in C-Level met Barry van Ruiven, de oud-baas van Mediamarkt. Het gesprek dat ik met hem had, hoor je via de link in de show notes.